welkom bij deze nieuwe video. Jongens, het is bijna oud en nieuw, het einde van 2022. Ik ben in shock, dit jaar is zo super snel gegaan. Voordat ik begin met deze video wil ik van jullie horen. Laat mij in de reacties weten wat jouw leukste 2022 herinnering is en ook je minst leuke. Ik ben heel benieuwd, ik ga die van mij ook straks vertellen in een video. Dus doe dat eerst, zet nu even deze video op pauze en laat even een reactie achter. Want ik ben heel benieuwd om van jullie te horen. En zoals ieder jaar maak ik ook weer vandaag een oud en nieuw make-up look. Is het oud en nieuw? Is het nieuwjaar? Ik weet nooit hoe ik het moet noemen. Maar in ieder geval, jullie begrijpen wat ik bedoel. Het wordt weer full glam. Het wordt heftig. Het wordt glanzend. Want ja, jullie weten, kerst en oud en nieuw. Als je dan een keer wilt uitpakken met je make-up, zijn dit echt de twee gelegenheden daarvoor. Ik heb al een video gemaakt voor kerst. Een hele mooie make-up look. En dan vandaag een look voor oud en nieuw. En dan zal het dat ook gewoon zijn voor dit jaar. En dit gaat ook echt waarschijnlijk gewoon echt de look zijn die ik ga opdoen met oud en nieuw. En laat me ook weten wat jullie allemaal gaan doen. Ik ben benieuwd. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik ben echt zo'n last minute planner. Maar goed, dat komt op zich elk jaar gewoon wel goed. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. En een leuke make-up look. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn twee video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Wat vinden jullie trouwens van deze haarstijl? Deze heb ik nou nieuw ontdekt. En ik vind hem echt super leuk. Heel makkelijk als ik gewoon geen zin heb om mijn haar te doen. Of het gewoon mooi omhoog wil hebben. Vind ik dit wel leuk. Zo met een krulletje hiervoor. I like it. Let me know wat jullie ervan vinden. In ieder geval, het enige wat ik al heb gedaan is dagcreme en mijn wenkbrauwen. Wimpers, ja, zijn extensions. Die kunnen er niet vanaf. En ik denk dat ik vandaag ga beginnen met de ogen. Want voor de ogen heb ik een nieuw paletje die ik vandaag gelijk wil gaan gebruiken. Ik heb dit paletje ontvangen van Morphe No Silent Night. En dit leek me echt het perfecte paletje voor een oud en nieuw look. Dus laten we het doen. Hij is echt super feestelijk, zoals je kunt zien. I love it. Echt een hele mooie verpakking. En wat nou nieuw is, is dat dit erin zit. Een soort van make-up uitleg. Hoe je kleuren kunt aanbrengen. Zoiets heb ik nog nooit gezien in hun paletjes. Dus dit is echt iets nieuws, maar wel handig voor een beginner. En dit is dan het paletje. Kijk even hoe mooi deze kleuren zijn. I love it. Super mooie kleurtjes. Het is niet echt een heel uniek, spectaculair. Ik heb dit nog nooit gezien paletje. Maar wel echt ideaal voor echt heel veel looks. En vooral voor de look die ik vandaag ga maken. Ik ga vandaag vooral voor bruin en goud en zwart. Want ik wil echt een smoky look gaan maken. Want dat vind ik wel mooi. Dus dit paletje ga ik gebruiken voor ogen. Ik heb jullie ingezoomd zodat jullie het beter kunnen zien. Zoals altijd. Ik ga beginnen met het primer van mijn oogleden. En dat doe ik met mijn P. Louise Base in de kleur Rumor 01. En dan ga ik beginnen met deze bruine matte kleur. Die heet Hot Spot. En met mijn Zoeva 228 Fluffy Curls breng ik die aan in mijn hele arcade boog. Dit is echt de perfecte warme bruine transitiekleur. Nou, ik had jullie beloofd om ook mijn leukste en minst leuke herinnering van 2022 te delen. Voor mij was dat niet heel moeilijk. Ik hoefde er niet per se heel lang over na te denken. 2022 was voor mij persoonlijk niet echt een topjaar. Het is niet echt een van mijn beste jaren. Dus dat vind ik wel jammer. Ik hoop dat 2023 beter zal worden. Daar ga ik gewoon altijd elk jaar weer van uit. Maar ik zal beginnen met mijn minst leuke herinneringen. En dat is dus dat ik ziek ben geworden in augustus tot aan vandaag. Ik ben het nog steeds. Ik ga jullie het nog wel op een andere dag vertellen. Dat weten jullie. Dus dat is echt by far mijn minst leuke herinnering. En mijn leukste is nog vrij recent gebeurd. En dat is dat ik naar Disneyland Parijs ben geweest met mijn hele familie. Oh my gosh. Als ik jullie zeg, ik hou van pretparken. De Efteling is hier echt om de hoek bij ons. Ik ben daar echt super vaak heen geweest. Volgens mij nog afgelopen week ben ik nog naar de Efteling geweest met een vriendin. En echt, ik wilde altijd zo graag naar Disneyland. Want dat is echt de pretpark van de pretparken. En ik hou daar altijd gewoon echt heel erg van. Dus ik wilde daar altijd al heel graag heen. Ik was überhaupt nog nooit in Frankrijk geweest. Dus toen heeft mijn familie mij daarmee verrast. Dus ik was daar super blij mee. We zijn het hele weekend gegaan van vrijdag tot en met zondag. Dus twee dagen. Ja, twee dagen. Vrijdagavond waren we vertrokken. We zijn er gewoon heen gegaan met de auto. Het was echt een 5,5 uur trip. Best wel lang, maar oké. Ik ga nu in met deze donkere bruine matte kleur hier. En we zijn echt naar beide parken geweest. Dat is ook echt iets wat je echt moet doen als je erheen gaat. Ik adviseer echt om echt naar allebei te gaan. Want ze zijn allebei leuk. Dus dag 1 waren we bij de ene. En dag 2 bij de andere. Dus ja, het was echt, echt super duper leuk. I love it. We hebben echt zoveel gedaan als kan in twee dagen. We hebben echt alles gepropt. Ik moet wel zeggen, als je het echt op je gemak zou willen doen, moet je echt iets van 3 of 4 dagen gaan. 2 is niet heel veel tijd, maar als je gewoon propt en alles heel snel doet, als hoe wij hebben gedaan, dan lukt het op zich wel. Maar goed, dat was dus mijn leukste herinnering en ik zou echt nog zeker terug willen gaan een ander jaar of zo. Dan pak ik de zwarte matte kleur hier en dan ga ik alles lekker goed smoky maken. Ik ga dus die zwarte kleur
eerst aanbrengen zo op de wimperrand, als een soort van zwarte smoky line. Echt van begin tot eind. En dan trek ik het ook zo door naar buiten. En dan breng ik ook een beetje zwart aan hier zo in de buitenhoek. Dan ga ik in met deze gouden glanzende kleur hier. Die gaat over mijn hele ooglid. Dan pak ik deze lichte glanzende kleur. Ik vind het iets te gelig goud. Ik wil het iets meer neutraal, iets lichter maken. Dus ik ga die kleur er overheen aanbrengen. En nu is het zwart een beetje weggegaan. Dat ga ik weer even terugbrengen. Nou, en dan kun je natuurlijk de look gewoon zo laten. Hij is zo al super mooi, maar dat ga ik niet doen, want ik ga het nog heftiger maken. Ik heb hier deze glitters. Deze glitters zijn van Festival Face. Is een Engelse webshop en deze wil ik nog gaan aanbrengen. Het zijn een beetje grote, grove glitters. En ja, ik vind dat gewoon wel leuk. En ik ga ze opplakken met deze glitterlijm van BH Cosmetics. Maar je kunt elke glitterlijm gebruiken die je wil. En dan breng ik eerst een beetje lijm aan overal waar dat goud zit, zeg maar. Vandaar wil ik de glitters hebben. En dan druk ik gewoon zo de glittertjes erop. Dit is zo heftig. Ik ga stuk. Zorg wel dat je echt een goede glitterlijm gebruikt. Vooral als je dit soort grotere, grove glitters gebruikt. Grove glitters. Zeg dat even 8 keer achter elkaar. Ik breng ook niet te veel aan. Gewoon echt zo'n klein beetje maar. Zo, en nou is het klaar. Kijk hoe leuk. Als je zo omlaag kijkt, is het echt wow. Echt zo'n pop. I love it. En ze zitten lekker goed. We zijn uitgezoomd. Nou gaan we even beginnen aan het gezicht. Ik ga even dat beetje glitter wat hier zit eraf halen met een wipe. En ik ga het hier ook een beetje opruimen. Niet al te veel, want ik ga het zo meteen echt goed opruimen. Gewoon met concealer. Een beetje de oogschaduw hier zo opruimen. Kijk, dan wordt het zo een strak lijn. En straks door de concealer wordt het nog beter en nog strakker. I love deze ooglook. Lekker heftig. I love it. I like it a lot. Nu ga ik mijn gezicht primen. En ik wil een heel smooth gezicht. Dus ik ga in met deze primer van Bobbi Brown. De Vitamin C. Volgens mij Enriched Face Base. Deze is echt zo smooth. Hij kost wel wat. Maar ik heb hem gehad in de adventkalender. Dus ja, ik ben er echt heel blij mee. Hij maakt echt super smooth. En een heleboel van jullie hadden ook gezegd hoe goed hij is. En dat klopt ook echt. Hij is echt fantastisch. En hij ruikt echt heerlijk naar, echt goed naar vitamine C. Dan gaan we in met iets heel erg duurs. En dat is deze Pat McGrath Foundation. Hij is echt heel erg fijn. Hij heeft zo'n mooie medium dekking. Hij maakt heel mooi glowy. Ik heb hem in de kleur medium 15. Je moet hem wel altijd echt eerst schudden. Want hij is echt super, super vloeibaar. By the way, als je je afvraagt van waar zijn al haar sieraden. Dit zijn super super goedkope sieraden. Deze zijn van Shein. Deze heb ik pas besteld. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving. En deze ring is van de Kruidvat. En ze hebben echt een heleboel van dit soort hele grote ringen. En ze zijn echt super mooi. Dus mocht je de ring willen, dan moet je gewoon even naar Kruidvat gaan. Voor concealer gaan we weer terug naar Morphe. Ik ga deze Morphe concealer gebruiken in de kleur Light 8 Warm. Het is echt een hele fijne concealer. Hij is ook niet too much. En dat vind ik echt top. En dan ga ik hiermee ook een beetje de oogschaduw zo opruimen. De kleur heeft ook een beetje een soort van roze tint erin. En dat is heel mooi, want het maakt het allemaal heel helder. Dat heeft een heel verhelderend effect. En dat vind ik heel mooi, vooral voor de look van vandaag. Deze producten ruiken ook echt heerlijk. Vooral die primer en die foundation. Oh, ik heb nou echt zo'n heerlijke geur over mijn hele gezicht. Dan ga ik in met mijn Laura Mercier poeder. Shocking, dat hadden jullie vast absoluut niet verwacht. Ik breng trouwens geen poeder meer aan hier zo. Want ja, ik vond het toch altijd een beetje nutteloos daar. Dus ik doe het alleen nog maar hier. Maar wat ik dan wel doe, is ik veeg zo een beetje alle poeder weg. En dan zit er nog een beetje poeder zo op mijn kwast. En dan ga ik daar hier mee overheen zo. Dus dat is nou een nieuw trucje die ik doe. Die ik al wel even doe. Maar volgens mij heb ik dat nog nooit aan jullie verteld. Voor neuscontour natuurlijk gewoon weer mijn NYX paletje. Like always. Ik gebruik deze kleur hier. En ik ben niet ingegaan met cream contour. Dus ik ben nou ook mijn gezicht aan het contouren met dit paletje. Dan mijn Maximo Fixing Spray om mijn gezicht te hydrateren. Oké, dan ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik wil dus echt gaan voor smoky. Dus ik ga in met deze zwarte oogpot, een loodje van Pixie. En deze gaat in mijn hele onderste waterlijn. En dan ga ik dus de matte kleuren die ik hier heb gebruikt aanbrengen op de onderste wimperrand. En ik begin met zwart.
En dan mascara voor de onderste wimpers. Deze mascara is ook van Bobbi Brown. Deze mascara is echt perfect voor de onderste wimpers. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met mijn Old School Benefit Hoola Bronzer. Dit is echt zo old school, maar zo goed. Hij is ook al bijna op, zoals je kunt zien. En ik doe best wel veel, want ik wil lekker gebronsd zijn. Ik wil gewoon echt zo vandaag zo bronzig goud zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik gebruik een beetje zo die kleuren allemaal. Echt een goede bronzer. Dat is echt niet te doen. Als je nog op zoek bent naar een goede bronzer. Benefit Hoola is echt goed voor echt iedereen. En je hebt er ook nou in een aantal kleuren. Maar dit is gewoon de originele kleur. En die matcht echt al gewoon met bijna iedereen. Weet je wat altijd zo vervelend is? Dat je iets hebt. Het kan van alles zijn. Make-up, kledingstuk, whatever. Wat je heel lang niet hebt gebruikt. Dus je hebt iets van, nou, ik heb hem al zo lang niet gebruikt. Ik kan iemand anders er blij mee maken. Dat had ik dus met een blush. Ik had die blush al zo lang niet gebruikt. En mijn zus vond hem geweldig. Dus ik zei, hou hem maar. En drie keer raden welke blush nu perfect was gegaan met deze look. Die blush die ik aan mijn zus heb gegeven. Dat is echt, dat gaat gewoon altijd zo. Zodra je iets weggeeft, moet je het hebben. Zo raar. Nou, dan ga ik nu maar in met deze Peach Blush van L'Oreal. Ook een oldie but a goodie. We gebruiken vandaag een aantal old school producten, jongens. Deze is echt zo mooi. Zo mooi peachy. I love it. Deze past ook echt bij elke look. En voor highlighter gebruik ik mijn Sephora highlighter in de kleur Delicate Glow 01. Deze is echt perfect voor deze look, ook heel mooi goud. En dan als laatste nog de lippen. We gaan gewoon echt voor nude. Ik ga voor mijn Morphe Sweet Tea lippotloodje en deze lipstick in de kleur Honey Love. Ja, Honey Love is een hele mooie nude kleur van MAC Cosmetics. En dan last but not least mijn Benefit Professional Spray om mijn make-up goed te laten zitten de hele dag. En dan zijn we klaar. Nou mensen, dit was het dan. Dit is de look. Wat vinden we ervan? Ik ben echt super blij met hoe het is gegaan. Het is echt fantastisch gegaan. Even hier iets wegdeppen. Het is echt fantastisch gegaan. Alles is mooi. Alles is goed gegaan. En alle producten die ik vandaag heb gebruikt, sta ik ook achter. Alles staat beneden in de beschrijving. Als je je afvraagt wat voor blouse ik aan heb, dit is een jurk. Echt een prachtige van Saful. Die heb ik ook laten zien in mijn Saful video. Linkje staat in de beschrijving onder die video, mocht je willen. Deze is ook echt ideaal voor de feestdagen. Maar goed, het gaat om de make-up. En het is echt heel goed gegaan. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening. Wat vinden jullie van deze make-up look? Is dit een look die jij zou dragen? Ja of nee. Als je het dus wat minder heftig wilt maken, maak dan gewoon de look na. Maar haal die glittertjes gewoon weg die ik er nog extra op heb gedaan. En dan heb je gewoon een mooie smoky look. I love it. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!